APO-parlementariër Edward Belfort is het niet eens met de sluiting van de centrale markt. Hij vindt het onmogelijk dat de markten hun deuren gesloten moeten houden zonder na te denken waar het volk terecht moet voor verse groenten en vlees en zonder erbij stil te staan dat marktverkopers inkomsten moeten derven. Het sluiten van de markt zorgt volgens Belfort juist voor een onveilige situatie omdat er langs de straten in de omgeving van de markt wordt verkocht. Maatregelen is niet goed. We zijn niet tegen maatregelen. Want dat doe je eigenlijk niet. Als we een protocollen voor die markt houden, trouwens, die standhouders hadden al protocollen. Ik heb gezegd dat je hoeft het land niet op slot te doen. Als we een protocollen voor sporten, dat was dan al die sporters die hanteren protocollen. Als je gaat sporten, gaat gymmen. De individuele sporten, contactsporten, iedereen, niemand wil ziek worden. Maar de overheid, die wil niet horen. En vandaag hoor ik, lockdown begint 6 uur, maar kijk niet hoe druk het is. Dus nu is er geen corona, je kan geen corona krijgen. Hè? Pas 6 uur komt corona, is het besmettelijk. 6 uur tot maandagochtend 5 uur kan je corona krijgen. Dus dat is goed is. Als je goed nadenkt, zie je van, de regering die probeert eigenlijk de burgers een gehoorzaamheid aan de dag te laten leggen. En dat is niet goed. Vele bedrijven, vereniging van Finland Bedrijfsleven, die voorzitter heeft ook gezegd, het is niet goed. Bedrijven die krijgen inkomsten. Firmazaken, barberszaken, kapsalon, die moeten sluiten. Gewoon 2 weken sluiten. Terwijl die man afhankelijk is van daginkomen. Belfort geeft verder aan dat COVID-19 maatregelen in overeenstemming met het volk getroffen moeten worden. Echter lijkt het erop alsof de regering alles zelf wil bepalen. In deze moderne tijd, in deze moderne democratie, is het wij bepalen samen. Als het zo doorgaat, heb je grote problemen voor de overheid in het verschiet. En dat is heel erg. Heel erg. Nu hasselt iedereen, nee, ik moet dat kopen, ik moet dit kopen, anderen hebben geen geld. Hoe moeten die mensen doen? Alleen zijn van de dag afhankelijk. Edward Belfort, volksvertegenwoordiger namens de ABOP, benadrukt dat er ook goede voorlichting nodig is om het volk zover te krijgen om mee te werken met de maatregelen.